bezoek! Hij komt vanaf planeet Aarde! Laat ze niet ontsnappen! Nee! Opa! Oké, het is wel duidelijk dat ik niet meer op Aarde ben. Halt! Geen beweging! Stop! Stop, hop! Dit is Tara Tilline en Duncan. De verloren erfgenaam van de keizerlijke troon. Wat een eer om u te ontmoeten, uw keizerlijke hoogheid. Een draak! Wow! Oh nee! Opa! Oh, Tara, wat heb je gedaan met Master Chum? Je hebt niet gezegd dat er draken zouden zijn. Oh. Hoe heb je dat gedaan? Ik zei alleen maar een dra en poef! Oh nee, opa! Niet ook maar jou! Onbevriezen! Onbevriezen! Doe nou, opa! Beweeg jezelf! Ik moet hulp gaan halen. Sorry, meneer de draak! Iemand die zich ook kan bewegen, bedoel ik. Lord Magister, volgens onze bronnen bevindt ze zich nu op planeet Anderwereld. Waar? Haar exacte locatie is op dit moment nog onbekend, Lord. Nee. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Niets nutten. Om over andere wereld te kunnen heersen, zal ik de magie van Tara Duncan moeten stelen. Het is jouw schuld dat we nu te laat komen. Ja, ik weet het. Maar ik zat net midden in een... Nee. Zeg mij maar na. Master Chum gaf ons een belangrijke missie. Wij gaan de keizerlijke prinses Tara Duncan verwelkomen. Erfgename van de troon van Mimi. Wat heb ik net gezegd? We zijn geheime agenten, geen babysitters. We moeten echt veel sneller. Flinkers! Hey!